Wat een ravage. Ik kan haar in mijn bek. My favorite. Ik moet heel snel praten, want altijd als ik haat heb, praat ik heel snel. Wie komt er vanavond op tv, jongens? Oh, die zijn wel vet, hè? Liefvoet gekleed. Het leven zou niet compleet zijn als dit soort dingen niet zouden gebeuren. Heb jij een sleutel? Ja, je ligt hier. Nu had ik net gemist. Zeno zat helemaal vast hieronder. Zeno, zit je vast? Liefvoetenkleed. Zonnekleed. Ik heb al twee happen genomen, echt schandalig. Maar ik zal altijd mijn broodje toasten met boter en avocado's, peperzout en kurkumapoeder. My favorite. Een lekkere grote kop thee. En natuurlijk mijn editprogramma. Ik heb dus al een paar dagen niks gedaan, omdat ik lui was en ik wilde gewoon, ja, ik had gewoon even geen zin. Avocado. Echt lekker. Echt een keer proberen. Echt lekker. Nou, haar in mijn bek. Echt lekker. Leesje is naar de kapper geweest en zijn haar zit echt super leuk. Laat even zien. Wauw. Ja. We moeten nu echt gaan, jongens, want het wordt laat. Zeno, ga even naar je plaats. Plaats, plaats, plaats. Ja. Plaats. Yes. Meest van mijn kleed, mama. Oh, heb jij sleutel? En mijn telefoon vergeet ik bijna weer. Oh, na heel veel haast zitten we eindelijk in de auto. Oh, mijn haar ziet er trouwens ook echt geweldig uit. Ik wil ook met je. Ja. En zijn nu dus gaan we naar het voetbalwedstrijdje. Voetbalwedstrijd. Ja. Voetbaltoernooi. Lukt dat? Je moet hem even goed. Welke is voor de eerste plaats? Ja. Oh, die zijn wel vet, hè? Gaan wij winnen? Ja. Gaan jullie die winnen? Ja. Ga jij die winnen? Ga je je best doen? Ja. Ga je keihard je best doen? Ja, voor de beker wel. Goed zo. Goed zo, Lessie! Goed zo, Lessie! Lessie doet goed, hè? Toch? Oh, ik zit hier echt ongemakkelijk. Oh, moet ik hem op? Oh, mooi! Kijk! Mooi! Mooi! Nu jij ook. Nee! Nee? Oh! Mama, hij is verkeerd om. Wauw! Wauw! Mooi! Mooi! Oef, ik ben helemaal kapot. Ik heb om 2 uur een afspraak, dus ik kon niet de hele wedstrijd blijven. Dus nu ga ik heel snel naar mijn afspraak. Nou, ik ga eerst even Memphis naar huis brengen. Oma komt oppassen. Dan ga ik naar mijn afspraak om 2 uur. En daarna ga ik weer hier naartoe om de rest van de wedstrijd te bekijken. Dus ik hoop dat ik het allemaal haal. Het is zoals altijd weer lekker chaotisch. En weer heerlijk haasten. Love it. Mijn leven zou niet compleet zijn als dit soort dingen niet zouden gebeuren. Oké, okay, let's rock this bitch hole. Ze hadden echt alles bijna gewonnen. Behalve de laatste wedstrijd, die hadden ze dus verloren. Zo zielig. En zo sneu. Ik vond het echt zielig voor Les. Maar ik ga nu lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Ik ben ook echt freaking moe. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan voor mijn gevoel. Maar dat heen en weer reizen en de afspraak van 2 was ook vrij heftig. Dus ja, blablabla. Ik bespaar je dit. Dat is gewoon weer. Goedemorgen, ik ben wakker. Ik had gisteren ik het zo koud. Kijk wat ik aan heb gedaan. Roze trui met een bruine broek. Wie verzint zoiets? Dus eerst je broodje opeten en daarna spelen. Ballen spelen. Dus wat moet je eerst doen? Oh. Nee, nee, nee. Eerst broodje opeten, dan spelen. Eerst broodje opeten. Broodje opeten. En dan spelen. Dan spelen. Je
Kom dan, hier is je brood. Ja. Kom dan. Ja. Ik kan ook een broodje eten. Daarna spelen. Ja, daarna spelen. Johnny. Wat een ravage. Ja, het is aardig wat opruimen straks. Hey, wie komt er vandaag op tv? Ik! Heb je er zin in? Ja. Hi! Hey! Hey! Oké, let's go! Lekker die groene tegels. Oké. Go! Ja, volgens mij is dat een bolero, toch? Nee, een bolero is een korte bolero. I guess. Oh. I guess. Wat guess jij? Bolero. Oma. Ja, oma. Wie komt er vanavond op tv, jongens? Ja, maar wie? Elisje komt op tv. Wie heeft gepoept in zijn broek? Memphis! Hey. Heb je weer poepje gedaan? Alweer? Mickey Mouse. Dat is drie keer. Wie houdt van Mickey Mouse? Alweer gepoept. Nou, doe eens even lief, joh. Doe ik niet zo... Ook op Fossi Mickey Mouse. Straks nog weer. Papa kus. Heel veel plezier. Niet te fun, hè? Oké, het gaat nu al helemaal... Nee, zo'n bomber! Het gaat nu al helemaal fout. Alessia was zijn jas vergeten, dus we zijn nu weer terug naar huis gegaan om zijn jas op te halen. En daarna gaan we weer naar de bussen toe. Maar het was echt zo super druk. Het was niet normaal. We hadden allemaal mensen voor ons. En dus nu ga ik snel Alessia's jas weer naar Alessia brengen. En dan gaan we de bus in met z'n allen. Dus ja, ik moet heel snel praten. Want altijd als ik haat heb, praat ik heel snel. Wat gaan we nu doen? Mijn haar moet nog weer gewaaid. Nog een keer? Zit er goed? Nee. Wat heb je gedaan dan met je haar? Nee. Oh, je moet even naar papa. Ga maar. Die zal minder geworden. Ik hoop dat Nick ook zo naar boven komt. Ik ga in ieder geval vast slapen. Oh, twee dekens. Deze hier is een beetje opgevouwen als een iets. Ik vind het echt heel knap als je tot hier hebt gekeken. Het was nogal een beetje een chaotische vlog dit keer. Sorry daarvoor, you guys. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan niet hier te abonneren. En vergeet ook geen duimpje omhoog te geven. Zodat je op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Ik film mijn chaotische mama leven. Dus ja, ben jij ook een chaotische mama of ben je überhaupt? Live you to the moon and back. And...